beste meneer Van Rossum. Er zijn tegenwoordig een hoop soorten melk. Magermelk, volle melk, geitenmelk, sojamelk, havermelk, noem maar op. Maar welke is, kijkend naar milieuvriendelijkheid, smaak en prijs, nou de beste? Ik heb werkelijk geen flauw idee. De laatste keer dat ik een glas melk heb gedronken, dat moet toch al heel gauw 30 jaar geleden zijn. Ik vind karnemelk een van de allervieste dingen die er bestaan. Als ik in de hemel zou komen, waar ik niet twijfel, maar ik zou daar een glas karnemelk opgedrongen krijgen door de heren, dan zou ik nog zeggen, heren, ik vind het fijn dat ik hier ben, maar geen karnemelk. Nee, verschrikkelijk. En geitenmelk, geen idee. Ik weet niet hoe dat smaakt. Ik ga er ook niet aan beginnen. Geachte student, ik heb niks met melk. Echt 0,0. Behalve als het gebruikt wordt om pannenkoeken van te maken. Dan ben ik een warm voorstander van melk. Dus als ingrediënt, oké. Maar niet als herkenbare witte motor. En heb je nog iets aan dat je zegt, van als die pannenkoek, dan moet er die melk in zitten? Nee, zeg een pannenkoek met geitenmelk, je hoort ze mouwen. Ik bedoel, mekkeren, nee, dat wil ik niet, liever niet. Nee, gewone melk in de pannenkoek. Eet je dat vaak nog, pannenkoeken? Ja, als mijn vrouw medewerkt, dan... Ik ben bereid om elke week een keer pannenkoeken te eten. Je moet natuurlijk ook niet elke dag, want dan gaat het vervelen. Maar één keer in de week vind ik al hartstikke aantrekkelijk. Okay, het is toch echt een eten voor kinderen? Ja, maar als ik ergens dol op ben, dan is het wel op eten voor kinderen. Dat is een hele wonderlijke zaak, afgezien van appelmoes, waar ik niks mee heb. Maar alles verder wat kinderen lekker vinden, vind ik ook lekker. Spruitjes niet, denk ik. Ja, ik ben dol op spruitjes. Altijd geweest. Ook als kind was ik al dol op spruitjes. Ja, de kinderen vinden dat niet lekker. Maar ze moeten wel bite hebben, zoals dat heet. Ze moeten wel stevig zijn. Tip daarvoor nog is, zet ze een nacht in de koelkast, de spruitjes. En dan haal je ze eruit. Zijn ze schijnbaar nog lekkerder qua smaak. Dat was een tip die we binnenkregen. Oh, mijn hartelijke dank. En ik zijn er ook spruitjeskenners die naar de podcast luisteren. Dat doet mij buitengewoon veel genoegen. Want ik zou wel een lans willen breken voor meer spruitjes eten. Oké, okay. Ga je het proberen? Een keer in de koelkast zetten? Ik zal het dadelijk tegen mijn vrouw zeggen. Misschien zegt ze wel dat het gelul is. Ik heb geen idee. Nou, dit was de eerste vraag. Heb je ook een vraag voor Maarten? Stuur hem in via WhatsApp. Nummer staat in de beschrijving van deze podcast. Doe het wel met het microfoontje. Spreek hem dus in, anders nemen we hem niet mee. En de volgende aflevering, een nieuwe vraag.